Hier al, afrust dan gewoon, als je de talen mee, dan kan ik eigenlijk Ossana zo spreken. Hè. In Oostende spraken ze heel anders, maar kan ik die talen nooit mee, kan ik Ossana West-Vlaamse spreken. Vele mensen die in Oostende spreken, als met een no en dat soort slingen, je kent dat. Hè. Maar van nu denk ik, sprekelijk wat ik nu spreek. Ja, natuurlijk, als er iemand komt, hij spreekt zo Vlaams. Spreken dat natuurlijk ook zo, nee. Maar normaal gezien spreken de talen lekker wat nu spreken. En mijn kinderen ook allemaal. En je kleinjongens? En mijn kleinjongens ook, hè. Oh ja, ik ga nu niet zeggen, de hele kleinkinders gaan meer een beetje dat mooie Vlaams, hè. Maar toch, hè, normaal gezien spreken ze plat. Maar ik denk dat dat gaat toch een beetje blijft, West-Vlaams. Maar je hoort dat wel aan de mensen, dat ze verhoring doen, voet West-Vlaams. Misschien dat dat interessant is, anders gaan ze dat niet doen. Hè. Zijn zes boeken dat ze nu het maken van heel West-Vlaams. Die ook schoon zijn. Hè. Ja, we zien dat gewend. Maar normaal, als er twee komt en die mens spreekt schoon Vlaams, dan moet ik ook antwoorden. Hè. Dat kun je. Ik spreek normaal toch geen Schwa-Vlaams dus of met de kinders. Het is eigenlijk dus plat-Vlaams. En op school vroeger? Hoe ging dat doen? Vanus was dat zo streng niet of van jonder. Weder als Schwa-Vlaams, maar van om in de speelplaatsen waren of gelijk wat, dan sprak ieder plat. En dat had nooit niemand van die vrouw gezegd, nee, mooi Vlaams spreken of dat. Maar natuurlijk, in de klas zelf was het Schwa-Vlaams. Maar anders plat. Nee. Zelfs de juffrouw op de spraak apart, he, dat me niet spraakelijk weer. Maar nu komt het wel op dat er meer Schwa-Vlaams is. Alles. Maar ja, dat is nu al sorry. Ah, nee. Ik kan dat nog gehoord, omdat we in de Noordloge om weer vlug voor de Duitsje en we zaten in Roosbrugge. En dan zie je dat al nog honderd meisjes, of iedereen. En die meisjes spraken, dat was juist de ouderwets dat ik zei, wat zegt dat meis? Want ga gaan stepen. Ik zei tot die mama, maar mama, wat is dat? Dat is kusje scheur. Dat was, want die meisjes worden dat gewend, hè. Maar het die kwam van een ander ding, een andere stad of het wat, wist niet wat dat was, stepen. Nog een echte woord, maar dan ze zei dat. Ik zei, maar mama, wat is dat? Die meisjes spraken op een ouderwetse manier. Hè. Maar niet voor te zeggen, veel, dat heb ik niet veel gehoord. Allee, ja, goed. Eigenlijk weet je die nu, als juist aan de ding zitten van Frankrijk, dat is ook een groot verschil. Je gaat naar, misschien 10 kilometer verder in Frankrijk, dat is ook al heel anders spraken dan die meisjes. Ze kunnen Vlaams, maar dan hoor je dat toch heel anders is. Ja, dat. Maar anders, ja. Ik zie dat gewend van te spreken. Ja, zo. Ja. Dat is normaal. Hè, zie je. Maar normaal kan je niet zeggen dat er twee komt en hij kent ze niet, dan spreek je toch een beetje schonder. Hè. Want die mensen, als twee niet van Brussel of komen, dan spreek tegen mij. Ik spreek niet plat, die mensen kunnen dat wel verstaan, maar niet goed. Hè. Maar onze kinderen eigenlijk spreken ook plat. Hè. Maar normaal gezien. Spreek me er toch nooit geen Schwa-Vlaams bij, dus jongens. Hé. Nee. En dus jongens antwoorden hun ook. Want dat is dit geweest, dan ze zijn in de school. Dus leren Schwa-Vlaams spreken, maar vele mensen doen dat niet. Hier, je hebt er misschien wel, dat ga ik niet zeggen. Maar gewoonlijk, waar je hier houdt, binnen of buiten, de mensen spreken, like, wie er doet ook al, sorry. Hé. Dat is zo. Allee, stuur wel potjes, bedankt. Allee, en kun je dat een keer aanleggen?